Ja, goeiemidje. Weet ik ook meteen waar de Friese zit. Dames en heren, ik maak mij grote zorgen over ontwikkelingen die ik zie in Rusland. Снегопадом века. Снегопад века. Москву и область заметает уже третьи сутки. Скоро будет минус 15, минус 17. А также продолжается снег. Je hoeft het journaal maar aan te zetten, of je hoeft maar een krant open te slaan. En die beangstigende wereld komt angstig dichtbij. Russische beer. De Russische beer. Russische beer. Russische beer. Hè? Schaatsliefhebbers opgelet, want er zit weer een flink koude periode aan te komen. Heel veel vrolijkheid en optimisme. Ik ben zelf ook een optimist. Maar ik moet u ook eerlijk bekennen dat ik mij ook grote zorgen maak. Want we kunnen het simpelweg niet aan. We zien dat hele blauwe gebied komen opzetten vanuit Rusland. Dan zie je dat het langzaam dichterbij komt. De eerste sneeuw is gevallen. Ga nu naar huis, nu het nog kan. Temperaturen tot min 15 zijn niet uitgesloten. Problemen op de weg, problemen op het spoor, problemen op de vliegvelden. Het KNMI heeft code rood ingesteld. Het ging niet zo best. Hoe reëel is de kans dat de tocht der tochten eraan zit kleiner te komen? Kleiner dan 1%. Oh, wat een troep. Nee, wat doe je? De mensen in Friesland lachen zich altijd helemaal een deuk. We onthouden dit. Ik waardeer je eerlijkheid. Dank je wel dat je er was. Dank je wel. Ik had eigenlijk mijn schaatsrol aan vannacht.